Hallo, ik ben Lieneke Leijn en in deze video gaan we een zeemeermin natekenen. Je ziet hem hier achter me. En ik ga speciaal aandacht besteden aan de opdeling van zo'n 3D tekening. Je kunt het perfect meekijken en meetekenen. Dus heel veel succes alvast en heel veel plezier ermee. We zitten hier in mijn schetsboek en het eerste idee, zie je hier, was een zeemeermin onder water te tekenen. En dan dat de staart helemaal naar boven steekt. Ik had het geluk om op het internet wat plaatjes te vinden van geraamtes van zeemeerminnen. Ze zijn natuurlijk fictief, maar zo kwam ik wel leuk op het idee om daar extra vinnen en ook armvinnen aan te maken. Bijvoorbeeld ook heb ik gekeken van nou, hoe zou dat dan lopen. En hier zie je een model van, dat is gemaakt in een Blender programma. En zo kon ik bepalen hoe ongeveer de staart zou moeten lopen voor deze houding van het menselijke gedeelte van de zeemeermin. Voor de vingers had ik besloten dat ik maar 4 vingers zou maken. En tussen die vingers zie je dan van die membranen, van die zwemvliezen. En dan die enorme armvinnen. Het haar kun je net zo doen als dat je wil. En ik had ook verzonnen om daar van die nautilus oren op te maken. Extra gestroomlijnde vormen. Wat we gaan doen is 1/3 van de staart wordt zeg maar dus 1/3 zo groot. Terwijl het lichaamgedeelte wordt maar 3/4 om 1/4. Dus de staart kun je hier zien met een oefening die ik al eerder had gedaan. Het onderste gedeelte is dus maar 1/4 van mijn tekening. Terwijl het staartgedeelte echt wel 3/4 is. Dus 3/4 van de tekening. En die lengte heb je nodig om dat 3D effect te krijgen. Dus een klein stukje voor het lijf en een heel groot stuk voor het staartgedeelte. Hier is nog een andere oefening die ik had gedaan. Dat is meer van dat onderwater effect. En als je hem dan plat neerlegt op een donkere tafel, dan krijg je dus dat 3D effect. Dus dit is wat we gaan tekenen. Ongeveer zo één, maar dan een andere. En dan vanaf het model wat ik al had gemaakt in Blender. En dan met die hele lange staart. Ik begin het liefst gewoon met het gedeelte van het hoofd en het lichaam. En je ziet dat ik helemaal onderaan mijn vel begin. Dus op die 1/4 van mijn vel. Daar komt dan het gezicht, het lijf. En de borst- en buikgedeelte. En dan kan ik zo langzaam naar boven gaan werken. Ik heb hier het hoofd ingezet. En daarvan uit teken ik dan de schouders en de armen. De armen gaan licht naar achteren. Alsof ze zich aan het afzetten is onder water. Een beetje een soort van zwembeweging. En dus het is wel wat lastig om een lichaam te tekenen, maar ik kijk gewoon heel goed naar mijn voorbeeld. Je ziet dat de armen vanuit die borstpartij komen. Dat is makkelijker om te onthouden zo. En dan kan ik al bepalen hoe die grote armflappen dan aan die armen vastzitten. Maak ze lekker puntig. Dat is echt zoals je ook ziet bij vissen onder water. Je kunt ook altijd kijken naar visvormen op het internet. Als je inspiratie zoekt over het gedeelte van het vissenlijf van de zeemeermin.
Hier kom ik al bij het staartgedeelte. Dus nu heb ik al grotendeels de verdeling van hoe de zeemeermin moet gaan worden. Die staart kun je net zo maken als dat je zelf wil. In dit geval maak ik hem bijvoorbeeld tweedelig. Alsof die een beetje open flapt. En dan kun je daar heel mooi straks die schaduwen onder gaan zetten. Hier zet ik de rugvin aan. Vind ik toch ook wel een sierlijk idee? En je kunt dat bijvoorbeeld heel mooi zien ook bij goudvissen. Die hebben dat ook zo mooi. Zo'n rugvin. En die draait zich dan half een beetje weg. Ik kijk straks wel even hoe dat verder gaat. Hier zie je dus al die grote verhouding. Dus de lengte van die staart om straks dat 3D-effect te krijgen. We gaan nu wat aandacht besteden aan het gezichtje. En in dit geval draait ze haar gezicht van ons af. Dus je kijkt een beetje tegen de onderkant van de kaak aan. En dan loopt dat hoofd zo weg. En daar komt dan al dat haar uit. Maak het haar niet te sprieterig aan het eind, want we moeten wel gaan knippen en snijden. Dus ik hou het een beetje eenvoudig van vorm. Hier zie je die kaaklijn net voor dat oog uitkomen. En ik zet ook de jukbeenderen, of de, hoe heet dat, de sleutelbeenderen erin. Hier maak ik nog een extra flap en dan van die scherpe punten erop. Een soort van verdedigingswapens of iets. Het is wel een sierlijke zeemeermin, maar ze moet ook wel een beetje vervaarlijk lijken. Zeemeerminnen zijn over het algemeen naakt van boven, dus dat hou ik ook zo. Als je daar niet van houdt, kun je er natuurlijk schelpen voor de borsten tekenen of iets. Maar ik vind het mooier om het gewoon naturel te houden. De vingers zijn langer dan bij gewone mensen. Of als ze bijvoorbeeld boven water zijn. Dan vind ik het altijd een leuk idee dat ze onder water toch anders eruit zien als boven water. Ik teken ook maar 4 vingers erin. En daartussen die zwemvliezen. Die vingers maak ik dan zogenaamd extra lang, zodat ze daar heel veel vaart mee kunnen maken. Extra zwemrichting kunnen geven en dat soort dingen. Dus het blijft menselijk, maar toch ook visachtig. Net voorbij dat jukbeen kom je net een klein stukje neus te zien. En dan kan ik al een beetje schaduwen in gaan zetten. Ik wil dat het licht min of meer van voren komt. Een beetje van boven van voren. Dus dan net onder het hoofd, net onder de armen, net onder de borstpartij. Daar komen dan schaduwen in. Voor het staartstuk zet ik nu allemaal schubben in. Dat zijn gewoon bogen in dit geval. Je kunt ook voor een andere vorm kiezen natuurlijk. Maar ik kies dan voor hele simpele bogen. Gewoon om een beetje een schubachtig effect te krijgen. Dat doe je de hele staart door. Dus je werkt gewoon van beneden langzaam door naar boven. En je hoeft ze in principe niet steeds kleiner en kleiner te maken, die schubben. Wel iets, maar door de vervorming dadelijk maakt dat verder niet zoveel uit. Voor de staartvinnen gebruik ik gewoon hele lange lijnen.
Hier laat ik ze mooi overlopen tot het einde van de staartvin. Aan de andere kant eigenlijk precies hetzelfde. Ik probeer met de beweging van de staart mee te tekenen. Nu komen we aan de rotspartij. Ze zwemt dus als het ware onder water. En net zo boven de rotsen. Die dan op de bodem liggen van de oceaan of iets. Ik maak dan gewoon een paar hele simpele kleine lijntjes. En dat wordt dan straks mijn rotspartij. Nu ga ik alvast bepalen hoe de schaduw zal lopen onder het lichaam zelf. Dat tilt straks je zeemeermin een beetje van het papier af. En omdat het licht van boven van voren komt, kan ik nou precies zien hoe dan die schaduw zou lopen. Het inkleuren van de schaduw is gewoon een kwestie van geduldig inkleuren, letterlijk. Dus ik geef alvast heel zachtjes de schaduw aan. En ik ga nog niet heel dik hem erin zetten. Gewoon heel licht, zodat ik weet van of die klopt. Ja of nee. Nu ik de schets zover heb, is het tijd voor de kleurtjes. En ik begin dan met een beetje een oranjeachtig, tussen oranje en roze in, kleurpotlood. En dan zet ik daar gewoon over de tekening die ik al gemaakt heb, zet ik dan die kleuren aan. Dus ik hou wel een soort van huidskleur aan. Voor het lichaam zelf. En dan zul je straks zien, voor het staartgedeelte kies ik een hele andere kleur. Je ziet dat ik hem niet helemaal invul, dat lichaam. Ik laat ook delen wit open. En gewoon de belangrijkste, de donkerste delen, die zet ik dan in met dat roosachtige, tussen roze en oranje kleurige potlood. Naarmate dat je harder drukt op je potlood, worden dan de schaduwen wat echter. Nu ga ik naar een wat donkerder kleur. Echt meer een feller roze. En die kan ik dan weer mooi gebruiken voor die oorvinnen, de tepels. Zeg maar om toch verschil te laten zien tussen wat zwemvlies is en wat die oorflappen zijn en die armflappen. Voor het haar, omdat ik wil dat ze min of meer blond is, gebruik ik dan een geel. En die kan ik dan net langs die oorflappen optekenen. Toen bracht mijn punt, dus we pakken weer even een andere. Gewoon gelige tinten voor de blonde haren. Ik heb ook nog wat hardere potloden. Die andere zijn aquarelpotloden en die breken nogal makkelijk. Dus als ik wat harder moet drukken, dan pak ik gewoon mijn hardere potloden. Je kunt dan met je vulpotlood, net langs die blauwe stukjes die ik heb ingetekend, kun je dan donkere lijntjes zetten. Dan krijg je echt zo'n visachtig idee.
voor de staartstuk ga ik nou over die boogjes van de schubben die ik al gemaakt heb, ga ik allemaal blauw overheen zetten. Ik kan al zien hoe ze lopen, dus het is vrij eenvoudig om dan al die schubben gewoon een blauwe tint te gaan geven. Je ziet nou ook dat zeg maar, dat blauw van het staart mooi afsteekt tegen de huidkleur van wat het lichaam moet zijn. Voor de rugvin kies ik weer een roze. Dat zie je ook terugkomen bijvoorbeeld in dat oorgedeelte, in die oorstukken. En de overbodige lijnen die gum ik weg met mijn gumpotlood. Het roze heb ik ook nodig om het verschil aan te geven wat een rugvin is en wat het gewone lijf van het visgedeelte is. Het roze gebruik ik dan ook voor de flappen van de staart. En je ziet dat je vrij ruw te werk kan gaan. Het komt dus niet heel precies, want ja, dat stuk vervormt zich toch als we hem straks uitknippen en platleggen. Hier zoomen we weer in en we gaan nu naar de armflappen. Ik heb een rood gepakt, want dat moet dan zeg maar, het moet alsof die armflappen echt uit die armen zelf komen, alsof dat echt aangegroeid zit. Dus daar gebruik ik een rood voor en ook voor de schaduwen eronder. Beetje blush, ook altijd wel mooi. En ook een beetje in het haar, om het bij het lichaam te betrekken. Het is erg mooi om kleurpotloden, om verschillende kleuren, over elkaar heen te zetten. Dat maakt het heel realistisch. In de handen zit ook heel veel rood, dus dat pas ik zeker toe. En voor die vin, zeg maar die zwemvliezen, tussen de vingers in, doe ik hetzelfde als wat ik deed bij die oorflappen. Dus eerst een blauw lijntje, kriebellijntje, en dan met dat vulpotlood ertussenin. Hier kun je dat beter zien. Ik maak dus een zigzagbeweging met blauw. En dan maak ik een hele kleine zigzagbeweging om dat blauwe heen. Heeft het een beetje een fantasierig effect, maar ook heel sierlijk, maar toch ook gevaarlijk. Zo van pas op, ik zie er wel mooi uit, maar ik kan je wel wat aandoen. Ik heb inmiddels een paars gepakt en dan zet ik ook nog eens extra dat over die schubben heen. Ik wil de staart niet te donker laten worden. Maar wel die schubben van elkaar, dat die zich onderscheiden.
Dus dat kun je heel makkelijk dan weer doen met een paars potlood. Daar kun je ook een beetje schaduw mee inzetten. Hier heb ik nu een 6B potlood. Met dat zachtere potlood kan ik nou dus die schaduw onder het lichaam veel donkerder maken. Gaat nu dus weer gewoon over de schaduwpartij die je al gemaakt had met het hardere potlood. In dit geval was ik dan met een vulpotlood bezig. En nu kun je de schaduw wat meer definitie krijgen. Dus de punten van die armflappen, die kun je dan ook een beetje accentueren. Dus niet één dichte, dikke schaduw, maar ook een beetje onderscheid in die schaduw zelf. Alle zwartste punten gebruik ik ook dat 7B of 6B potlood. Je moet in ieder geval minimaal 6B gebruiken om die donkere effecten erin te krijgen. Ook achter die armflappen zet ik een klein beetje schaduw in. En voor die rugvin, idem dito. Ik zet even wat hardere lijn in, want ik moet straks goed weten waar ik moet gaan snijden. Dus de donkerste details zet je in met je 6 of 7B potlood. Als je een 8B hebt, mag dat ook. Dat is geen probleem. En hiermee kun je dan ook dus onder die staartvinnen heel goed die schaduwen erin zetten. Langs die rand op moet je het echt heel precies doen. En dan zo donker mogelijk. Dus dan mag je best hard op je potlood drukken. En om nu alles aan elkaar te binden, heb ik een waskokrijt gepakt. Een oliepastel. En daarmee ga ik over mijn kleurpotlood heen. Dat bindt het allemaal bij elkaar. En dat geeft het echt wel dat vissige effect. En het licht ook de lichtste delen een beetje op. Dat doe ik ook bij het staartgedeelte. Dus ik bind die lijnen aan elkaar door daar met een wit waskokrijt of oliepastel overheen te gaan. Hier mis ik nog wat roze punten, dus die zet ik er nog even in. En dan ga ik dus met dat witte krijt daar overheen. Ook op het lichaam kun je wat highlights zetten. Met datzelfde witte waskokrijt. Nu is het tijd voor het leuke gedeelte natuurlijk. Ik heb een heel scherp mes. Wees voorzichtig, je kunt je snijden. En nu gaan we dus de staart er helemaal uitsnijden.
probeer dit zo secuur mogelijk te doen. Het is wel wat lastig, maar als je er een paar hebt gedaan, merk je wel dat je steeds wat makkelijker, ja, wat handiger erin wordt. Je ziet nu ook dat je niet te veel lijnerige dingen moet tekenen, want je moet het allemaal uitsnijden. Dus hou de vormen een beetje simpel. Zie je ook hier bij het haar. Had ik nou heel veel kleine sprieterige haartjes getekend, dan heb ik echt een probleem, want ik moet er omheen snijden. Hier is onze zeemeermin. Het is tijd om hem op de tafel te leggen. Hier zie je de voorstudie die ik heb gedaan van een zeemeermin die iets meer met het hoofd naar ons toegericht is. Wel dezelfde houding. Dus ook met die armflappen en die puntige oren. Hier kun je goed zien hoe het effect wordt als je de camera in verschillende posities houdt. Dit is de zeemeermin die we net gedaan hebben. Ook hier zoek ik en kijk ik naar wat bijvoorbeeld mooie beelden geeft. En je kunt ook goed zien hoe... de kat meekijkt. De kat wil altijd erbij zijn. Hier van opzij kun je zien hoe lang die tekening dus is. En het allermooiste is om foto's te maken van je werk. Ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes en tot de volgende Lieneke.